De leden van D66 Gelderland omarmen het idee van oud-partijleider Jan Terlouw om de marktwerking in de zorg niet langer te steunen. Terlouw vindt dat de zorg per definitie in overheidshanden thuis hoort. Pieter Pluijgers sprak hierover met prominent D66-lid Marianne Loepen. Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Arnhem en Gelderland brachten u en voormalig commissaris van de Koningin en oud-partijleider Jan Terlouw twee moties in. Wat behelsen die moties? De ene motie ging erover dat wij in de zorg geen marktwerking willen. Dus dat moet een stelselwijziging komen, om het maar in die politieke termen te zeggen. En de andere motie ging erover dat medisch specialisten niet vrije ondernemers horen te zijn in een ziekenhuis, maar in loondienst van ziekenhuizen. Die twee moties zijn inderdaad aangenomen. Die gaan naar ons landelijke congres. Dat wordt eind oktober gehouden. Daar wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. En die zijn dus van invloed, hopen wij, als ze ook daar worden aangenomen, op het beleid wat D66 gaat uitvoeren en waar D66 voor gaat pleiten in de komende periode. We hebben nu 10 jaar marktwerking in de zorg en het blijkt gewoon dat het niet werkt, dat het te duur is, dat de bureaucratie te groot is, het is volstrekt ondoorzichtig, de kosten stijgen de pan uit. Kortom, het werkt niet. En wat was dan het idee ooit achter marktwerking in de zorg dat men daarmee begonnen is, ongeveer 10 jaar geleden? Er is toen door de VVD gezegd, het gaat goedkoper worden als wij er een marktstelsel van maken. De eerste paar jaren stegen de zorgkosten huizenhoog. Minister Schippers schreef in de krant van, help, hoe kan dat nou? De zorgkosten stijgen. Toen dacht ik, dit is een markt. En wat wil een ondernemer? Die wil omzet maken, dus verbaas je niet als de kosten stijgen, als de omzet stijgt. Toen heeft zij ingegrepen en toen heeft ze gezegd, ik stel een budgetplafond in. Ofwel, de kosten mogen niet meer stijgen dan 1-3%. Daardoor zijn de kosten op een gegeven moment niet verder gestegen, maar niet door de markt. Door de markt gingen juist de kosten erg omhoog. Worden uw ideeën breed gedragen binnen de landelijke partijen? Ja, dat moet dus blijken op dat landelijke congres. Maar ik moet zeggen dat er toch wel heel veel sympathie is. We krijgen veel reacties. En overigens zijn wij ook niet de enige partij. Er zijn meer partijen kritisch op het stelsel. Met name de SP natuurlijk. En in dat opzicht staan wij dus dichter bij de SP. Omdat die ook zeggen, je hoort geen marktwerking te hebben in de zorg. Het moet daar gaan om de gezondheid van de patiënt. En niet om de winst van wie dan ook. De patiënt staat centraal.